Red Apple is klaar. Wij hebben eigenlijk voorgesteld om dat verhaal van het stedenbouwkundige plan en de geschiedenis van het eiland en het maken van Red Apple goed te documenteren en daar een boek van te maken. En waarom heet het Rode Appel? Red Apple? Nou ja, we hebben wel gedacht wijnhaven, kleuren, kleuren wijn. Maar uiteindelijk is er nooit veel handel geweest in wijn. Maar werd vooral in het gebied appelkisten gemaakt en was er veel handel in appels. Dus op een gegeven moment hebben we dat uit de geschiedenis gehaald. En ja, rood spreekt voor zich. En Apple is natuurlijk ook Big Apple, een knipoog naar New York. We hebben een stedenbouwkundige regel ontworpen voor het gebied. En die gaat ervan uit dat afhankelijk van je eigendom mag je volume toevoegen. En die regel is eigenlijk heel simpel. Als je 1 vierkante meter grond bezit in het gebied, dan mag je 22 kuub volume toevoegen. En de PBS die had de 4 kantoren in blok 4 hadden ze verworven. En hebben daar één plan voor gemaakt. Nou, PWS is natuurlijk een belangrijke corporatie in Rotterdam. Dus hun hoofddoel was om woningen, appartementen toe te voegen. Maar zij hadden ook een grote gevoeligheid voor de kwaliteiten van dit deel van de stad. Om ook vooral op de begane grond te zorgen dat er ook andere functies in komen. Kantoren, winkels, commerciële ruimte. En al die verschillende functies die maken het project zelf ook stedelijk, omdat je het op verschillende manieren gebruikt. Het is niet alleen maar een woongebouw of alleen maar een kantoor. En die interactie tussen verschillende mensen in een stedelijk gebouw, in een stedelijk gebied, dat vinden wij een hele interessante om dit gebied van Rotterdam aan de praat te krijgen. De toren is heel slank met verticale lijnen. En het kopblok zweeft. Dat is zo ver mogelijk naar het oosten geschoven om langs het netloodgebouw te kijken. Dat draagt op die plintengebouwen. Die plintengebouwen die lopen eigenlijk door zeg maar in de hoogte van de andere gebouwen van het eiland. Daarmee is er een grote aansluiting en samenhang met andere projecten. We hebben een liggende toren genoemd. Die is eigenlijk omgevallen. En daar zijn de lijnen dus expres en misschien ook wel een beetje eigenwijs zijn ze gedraaid. Daarmee krijgt iedere onderdeel een eigen gezicht, maar is er toch, zeg maar door de lijnvoering en de kleuren, is er een grote samenhang gemaakt in het ensemble van dit project. Op een gegeven moment heeft PWS gezegd van, nou, we vinden het toch niet goed, want we hebben het idee dat het gebouw te veel op een kantoor gaat lijken. In die discussie hadden we een oplossing bedacht om de lijnen te laten golven. En daarmee is die swing in het gebouw gekomen. Het netloodgebouw, daar kun je over discussiëren of je dat mooi of niet mooi vindt. Ik vind het een prachtig gebouw, maar eigenlijk is het gebouw te hoog en te breed in de stad. Het geeft daarmee een enorme schaduw op de punt van het wijnhaveneiland. In die massaopbouw is vooral de truc dat je de toegevoegde bebouwing zo ver mogelijk naar het westen plaatst en zo ver mogelijk naar het oosten plaatst, zodat je, als je daar woont, langs het netloodgebouw toch naar de rivier kunt kijken. Het gebouw is ook ontworpen op het uitzicht. Het is niet alleen de rivier die mooi is, maar het is ook de binnenstad die prachtig is om naar te kijken. Maar als je heel laag in het project woont, dan is je uitzicht natuurlijk minder. En daar hebben we een andere kwaliteit toegevoegd, het glas in de woningen. Dat staat op de kozijnen staan op de vloer. Dus als je in je woning zit, kun je goed naar beneden kijken. Ik ga daar wonen. Ik heb op de 37e verdieping een appartement gekocht. Dat is ongeveer hier. Vanuit mijn woning kijk je naar het oosten, het zuiden en naar het westen. Je ziet prachtig de rivier Rotterdam binnenkomen. En je ziet ook weer zo richting Hoek van Holland verdwijnen. Dat is een prachtige kronkel door de stad, dat kun je heel goed zien. Dat is ook heel mooi.